Ja, vrienden, onderweg in Italië. En nog altijd bezig weer met Nederland en met de actualiteit. Ja, want ik zit te lezen op Twitter en dan kijk ik gewoon naar de mensen die daar allemaal zitten te schrijven over met die hashtag ik red het niet meer. Heb je dat wel eens gelezen? Ik red het niet meer, vrienden. En dat zijn er niet een paar. Nee, duizenden, ruim een miljoen mensen, meer zelfs, die het gewoon niet meer redden. Die kunnen gewoon de boodschappen niet meer betalen in de supermarkt. Nee, die kunnen de gasrekening straks niet meer betalen. En ja, en die... Ten Haag die hebben gezegd, ja, maar we gaan pas volgend jaar gaan we wat doen. Ja, maar die zitten straks allemaal in de kou. Die kunnen dat niet meer betalen. Maar los van de energie van de gas, ze kunnen ook niet meer met de auto weg. Want de benzine kunnen ze ook niet meer betalen, vrienden. En die mensen, die kunnen ook de huur niet meer betalen. Lees dat allemaal maar. Ik red het niet meer. Hashtag Twitter. Lees wat er allemaal omgaat in die mensen. Nachten liggen ze wakker. Ja, doe geen oog dicht. Hoe moeten ze de rekening betalen? Waar moeten ze straks heen? Hoe moeten ze voor hun kinderen zorgen? Hoe moet dat allemaal? Dat spookt er allemaal door die hoofden heen. En als je dat nou allemaal weet, vrienden, en dan denk je toch bij jezelf, hoe is het dan mogelijk dat bijvoorbeeld de kakelende Kaag, heb je dat gelezen? Kakelende Kaag die zegt, ja, maar wat we ook doen en wat we moeten eerst maar denken aan het klimaat. Ja, de klimaatdoeleinden die gaan voor alles eigenlijk. Ja, we moeten ook wel een beetje aan de mensen denken. Maar de klimaatdoeleinden blijven staan. Maar daar denken die mensen nu toch niet aan. Die mensen die met al die problemen zitten die ik net heb opgenoemd. Ik red het niet meer. Die mensen die zitten toch niet in hun hoofd met opwarming van de aarde of klimaat. Of denken alleen maar, hoe moet ik morgen verder? Hoe gaat het overmorgen? Hoe kom ik de dag door? Mevrouw Kaag, kakelende. Snap je dat een beetje? Kun je dat volgen? Dat is een heel ander leven. Totaal geen idee heeft de kakelende wat er allemaal aan de hand is in Nederland. En daarom, vrienden. Oh, wanneer komt er nou eens iemand daar in Den Haag die dat snapt? Ga in Den Haag. Vanaf nu. Ik geef jullie de opdracht. Lees gewoon wat er op Twitter zich afspeelt af en toe. Daar zitten ook mafkezen tussen, dat weet ik. Maar ga eens lezen wat die mensen voelen. En wat die mensen beleven in elke dag. En als je dat nou doet, dan weet je in ieder geval wat zich afspeelt in Nederland. Willen jullie dat alsjeblieft doen? Dankjewel.